Hallo kijkers en iedereen, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Rollercoaster Tycoon 2 met Ido. Hallo! Oh, ja, en gelijk wat Ido zei, hallo, weer een desynchronisatie. Nou ja, prima, boeien, maakt niet uit. In ieder geval, de vorige aflevering hebben we dus dit gebiedje erbij gebouwd. En als laatste heeft Ido nog een lekkere glijbaan erbij gebouwd op het raarste punt ooit, maar oké. Nee, dat is thuis het op de prei. Ja, dat ook. Ja. 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 Hoe is klagen over de hoeveelheid rommel? Laat niet elke alle prullenbakken willen slopen. Oh ja, ik... Het op zich behoorlijk in de rommel. Ja, en ik zie één plekje waar nog behoorlijk veel kots ligt. Ja, de standbeeld ligt behoorlijk veel rommel. Bij mij bij de reuzenrad. Daar ligt ook heel veel kots, dat klopt. Maar weet je hoe dat komt? Omdat daar geen schoonmaker op staat. Oh, wauw. Creatief. Wat hè? Dat is echt de meest kutste reactie wat je kunt krijgen. Zo, done. Ik heb het, ik heb er eentje op gesmeten. Maar wat gaan we vandaag doen, Ido? Weet jij toevallig of iets? Karaoke party. Nee. Ik heb misschien nog wel een idee. Behalve dat. Dus voorbereiding gaan nemen voor die challenge die we moeten halen. De park kunnen completen. Oh ja, want we zitten al in jaar 3. Dus... Even Mike, Google niet meer. We hebben het eigenlijk al gehaald. 1500 bezoekers. Ja, dat zit wel aan. En aan de 600 parkwaardering ook. Oké, okay, dat is heel easy dus. Nou, weet je wat? Ik leg mijn poot op het bureau en we gaan gewoon wachten. Als jij dat gaat doen, ga ik de meest gigantische achtbaan ooit bouwen, hè? Ik wil net een achtbaan gaan bouwen eigenlijk. Maar dat mag. Je doet maar. En die zijn heel goedkoop eigenlijk. Wat voor achtbaan wordt het? Een giga-achtbaan. Een hele goedkope. En wat heeft dat in de naam? Giga-achtbaan. Het zijn hele dure. Wacht, kan dit toch niet zo? Wacht even. Even testen. Ik weet niet wat Ido allemaal aan het testen is, maar... Het kan. En dan gaf het ons geld. Echt, in één helling en een beetje per rol. Gelijk meer dan 1000 euro weg. Rip. We got ripped off. Maar in ieder geval, bij waterachtbaan doet het echt gewoon prima. Ik kan zo een turbo erop zetten. Oh. Oh, dat is de verkeerde kant op. Oké, okay, bij mij zijn weer van die delen onder kapot, stuk, alles. Want de tweede helling wil bij mij niet helemaal inladen, laat ik maar zeggen. Bij mij wel. Bij jou. Misschien moet ik toch maar, zodat ik wel iemand die achtbaan klaar heeft, toch maar eventjes de game herladen. Dat is gewoon een probleem wat gewoon niks aan jou kan aanpakken. Weinig geld. Rip. Rip in die kip. Heb ik meer geld nodig? Even zo.
Zal ik die kopen? Ik ga het weer zo ongeveer terug, denk ik. Ik denk alleen niet dat het echt gaat werken. Ik weet het niet. Nee, ik weet het ook niet, dus laten we gewoon maar lekker gaan testen. Maar het is best wel een vrij heftige achtbaan qua snelheid. Ik denk het ook wel. Maar de bochten vallen op zich best wel redelijk mee. Nou ja, ik zie op het moment maar één scherpe bocht. Zit er ook geen scherpe bocht in? Ja, schuine bocht, wat dan ook. Dat zijn de meest flauwste bochten die je kunt maken. Dan moet je zelf toch even instrooien. Nou, dat is onhandig, want dat geeft hobbels op. Ik denk dat ik toch maar even mijn game weer laat. Be right back. Zo, ben er weer. Even kijken. Het ziet mij al best wel ver met die achtbaan, ja. Maar of ze het gaat halen, dat is bij mij een vraag van... I don't know. Ik ben alleen benieuwd als hij de bult opgaat. Die eerste bult. Vast wel. Die namelijk turbo heeft, hè. Maar gaat hij helemaal naar beneden toe? Dat is mijn vraag. Ik ga de internetprijs denk ik verhogen naar 30 euro. You need more monies. Oh, we hebben ineens 3 euro met de bank. Rip. That's pretty screwed. Ah kijk, daar komt het geld alweer. Dus we even nieuwe campagnes weer starten. Zie je hoe snel het geld binnenkomt, Mark? Ja, het gaat echt verdomd snel. We are the best players of rollercoaster ever. Ido heeft er een beetje ego. Iemand haal neer. Ik zeg wij. Ja. En? Wat wil je daarmee zeggen? Een beetje ego mag je hebben, een beetje ego is oké. Ik zeg niet dat ik de beste ben, ik zeg dat wij twee de beste zijn. Dus dat wil betekenen dat we beter in Rock, of in Rollercoaster Tycoon zijn dan in Rocket League. Ik heb het allebei met een R. Ja, precies. Hey, volgens mij... Villa Polita is kapot gegaan. Ja, volgens mij kun je je achtbaan afmaken. Nee, even wachten dat ik een nieuwe campagne weer kan kopen. Ook echt die bezoekersaantal heb ik bijna verdubbeld. Is toch gewoon bijna geen uitdaging meer in voor ons? Eigenlijk niet, nee. Als je eenmaal weet hoe je het spel moet spelen, is gewoon echt peanuts. Misschien dat we dan binnen... Huh? Gaan we flinke sommen geld van de rekening. Ja, maar misschien dat we binnenkort dan wel wat andere maps kunnen doen. Met van die standaard maps en zo, die dingen, je weet wel. Oh, met dat beetje de storyline. Ja, dat ja. Ook wel leuk. Ook een beetje variatie. Oh, daar gaat weer een netwerk niet zo goed in zaten. En gelijk al dat geld weer weg, hè. Jezus. Ido, waar heb je het geld gelaten? Eén heuveltje. Ja, dat ene heuveltje heeft wel gelijk een hele een degradatie van geld weggenomen. Ik weet niet of dat een goede woordbenaming was. Ik ben nog bijna 8000, bijna 8000 ben ik al kwijt aan de achtbaan. Stop it. Get some help. No. I'm fine. Thank you. Hey, ik ga vanzelf wel zien of het werkt. Zo niet. Dat mag je zelf oplossen. Dank je. Alsjeblieft.
Ga je proberen om de twee van die karretjes ervan te maken of één? Turbo. Turbo aan het einde? Ja. Ja, dan gaat dat toch niet werken? Jawel. Houdt hij dezelfde snelheid? Oh. Je park heeft een prijs gekregen. Park met de beste prijs-kwaliteit verhouding. Nog meer mensen incoming. Oh, volgens mij moet hij dat wel halen. Hoi. Oh, gemakkelijk volgens mij. Die laatste heuvel, daar gaat hij nog wel een beetje moeite mee. Dan houdt hij dezelfde snelheid, zie je? Ah. Maar het werkt. Ik heb er een oplossing voor. Zijn wij een turbo voor? Schiet je helemaal van die helling af? Zo, boem. Als dat je op de baan blijft, schiet je helemaal naar de maan toe. Poedie poedie, go to the moon. Dat ja. Hij gaat door, ha. Ja. En hij gaat behoorlijk smooth de eerste helling op. Met de kettingheuvel. Gaat niet zo langzaam. Ik denk dat hij wel vrij heftig is. Denk het ook wel, ja. Maar ook wel die bocht best wel heel erg mee eigenlijk. Ja. Gast, hij heeft minder heftig dan jouw achtbaan. Oké, dan moet hij wel goed gaan. En de plezierwaarde is hoger dan alle achtbaren bij elkaar hier. Ah, dan moet hij wel goed draaien, dat denk ik. Hij overtreft zelfs mijn achtbanen. Zit wel een goed lopend verhoudingsgewijs te zien. Nou. Het gaat van goed naar beter. En van beter naar het beste. Echt hè? Dus het best wel een lange wachtrij hier kunnen gaan verwachten. Ik denk het ook wel, ja. Wat doe jij dan? Ik kom zo meteen wel achter. Ik ga het een keer omdraaien. Waarom wil je dat omdraaien? Je er nu gaat achterkomen, waarom? Kruin. Wat? Ja, zakpatat. Wat zo jammer? Ja. Prachtig, daar deed ik het voor. Laat je eventjes bankjes en alles. Is goed. Zie ons geld dan, jongen. Holy knetter. Moeten we toevallig nog lening afbetalen? Nee. Heel toevallig niet, nee. Nou, dan kunnen we misschien binnenkort nog wel een lachbaan erbij komen. Godverdomme. Dit is gewoon niet gezond hoeveel geld we binnenkrijgen. Nou, ik heb nog geen koorts, dus. Oh, je zet ook al een klusje van hier. Ja. En een bewaker. Auw. Ik beet op mijn tong. Zo, boertje liet. Dat ging wel een beetje efficiënt. Als je al pijn wil doen, dan ja. Maar ik eerst even gras maaien. Even wachten. Ja, doe maar. Ik zet al vast wel die wachtrij TV dingen neer. Volgens mij werken die dingen ook best wel goed ermee. Met het wachten en zo.
Zag je hoe snel dat ging aan waaien? Ja. Ja, ik lette er niet echt heel erg hard op. Als ik de video terugkijk, waarschijnlijk wel. Het kost niks. Ook echt die achtbaan. Ik zie het midden hier zo'n turbootje zitten. Echt hè? Rode houten heuvel wel makkelijker. Uh-huh. Hij behoudt wel een heel lang gedeelte dezelfde snelheid nog. Hey, we hebben de 2500 bezoekers. Basis, oh, bij mij nog niet. Ik moet er nog 9. Oh, dan Ach ja, maakt niet uit. Ik zeg, waar is champagne? Ga je die... Ik ben alcohol. Wauw. Maar ga je die pad nog aansluiten? Zo ja. Komt hier binnen voor de nieuwe giga. Komt hier allemaal voor de stinkendste achtbaan van het jaar. Ja, dat kan ook. Hoe denken de mensen erover? Oh, het voelt als een belediging. De eerste gaat erin hoor. Bij mij niet ook. Met een ballon. Balloni! Treintje 2 gaat er vandoor. Even zien, hebben we toch nog. Ik ga even een EHBO-post erbij zetten, denk ik. Trakplan. Voordat ze weer de hele boel. Naast de wc. Ja, dat wou ik ook precies doen. Badum. Badum, badum, badum. Ik ga best wel wat mensen ondertussen in. Ondertussen wel. Het begint altijd wel een beetje slecht, maar. Nadat de eerste gaat, volgen er altijd meer. Maar bij de houten achtbaan zijn mensen aan het zeiken op de wachtrij dat het veel te lang is. Zo mijn Game Pro's even. Ja, daar had ik ook wel een beetje last van. Maar bij de houten achtbaan op de wachtrij ook best wel lekker. Ja, volgens mij ook wel, ja. Het loopt door, maar bij jou achtbaan gaat het ook niet echt heel snel de wachtrij. Of welke bedoel je? Bij jouw bonsbootjes. Ah. Jezus, ik kijk even naar die glijbaan en die hele wachtrij staat bij mij bijna vol. Bij mij staat hij zelfs vol. Jij zei toch, er gaat nooit iemand in. Precies. I lied. Wat? You are a liar, liar. Dan zou je het goed idee vinden als ik nu nog even ergens anders een achtbaan ga bouwen. Misschien iets van een junior achtbaan of zo. Oké, dat is een idee. Niet zo groot. Dat is dus. Zo'n slecht idee dat we het gewoon moeten doen. Ik denk dat ik hem ook een beetje de onder en boven door die giga achtbaan ga doen. Nee, dat moet je niet doen. Ja, mag, maar dat is niet handig. Ja, het mag, doe maar. Gewoon doen, gewoon doen. Schuldruimte. Precies. Dan bouw ik nog een attractie daartussen. Topspin. Nou, die kun je dan tussen zetten. Dan bouw ik daartussen nog een topspin. Ik wil weer een nieuw gedeelte openen hier. Oh, zo, ik wil heel snel omhoog. Zag je het? Ja. Zo'n idee dit, hè? Ja. Wat moet je anders hier bouwen? Ja, precies. Want als geen main route wordt dit, dat tenminste niet.
Oké. Okay. Oh. Mijn game is een beetje broken. Wat dan? Holes van acht maanden willen niet meer weg. Oh, je misschien ook een attractie aan het bouwen ben. Kijk, kan ik hier toevallig nog een foto gedeelte? Ook dat nog niet. Verdamp toch maar. Oh, gaan we Duits praten? Ja. Kijk hoeveel attracties ik hier tussen gebeund heb. Oh my god. Oh, we hebben niet meer genoeg geld. Wat? Ik bouw een junior achtbaan, die ondertussen best wel lijkt op een volwassen achtbaantje. Ja, ik wou er al een beetje een einde aan gaan breien met die achtbaan. Kom jij opeens? Oh ja, ik ga even heel wat attracties voor je plaats. Precies. Ja, hier even remmen tussen zetten lijkt me wel verstandig. Een paar winkeltjes een keer tussen donderen. Plop. En hier wil ik dus weer een twee baan breed pad. Kun je mooi de uitgang aan de andere kant zetten. Precies. Slim? Ja. Kijk, gaan we nu even testen. Echt, mijn achtbaan gaat ook overal overheen, onderdoor, van alles. 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 In uno. Ik sta een beetje heel fijn in min. Eerlijk maar zeggen, ik vind het echt een zielige achtbaan. Hey, het is toch een junior achtbaan, kom op. Ik vind het al zielig voor de kinderen. Hey, je mag het van mij verbeteren. Als je wil. Het heeft meer te maken met een soort achtbaan. Hoe ver die uitgestrekt is dan wat anders. Een junior achtbaan vond ik eigenlijk... Heel klein is heel compact. En eigenlijk nog niet zo hoog. Dat is wat ik verwacht, hè? Ja. Kijk, dat padbouw gaat zo snel, hè? Wow, weer een freeze. Rip. Oké, hoe is de waardering ding? 4.36 gemiddeld. Je pop-up even weggaat, dankjewel. Intensiteitswaarde, misselijkheidswaarde is... alles is gemiddeld dus. Maar die Giga-achtbaan doet het goed, jongen. Nou. Er kan ook veel mensen in. Oh, ja, dan heb je geen geld om een voetpad aan te leggen voor die. Kijk dan een parkwaarde. 999 is gewoon maximaal. 999. Oh, ik kan hier eens een pad aanzetten. Wauw. Oké, Berabek. Berabek. Zo, ben er weer. Ik ben dus eventjes weer gaan laden, dus nu kan ik wel even een pad aanleggen. Ik verwacht niet dat hij heel succesvol zal zijn. Dus ik maak de achtbaan... Er zijn nog geen testresultaten bij mij. Oh, dat is apart. Nu wel. Dus bij mij gaat harder. Van die tv-dingetjes neerzetten. Hey,
En Mark, mijn achtbaan gaat harder, 83. Ja, vind je het gek? Ik voel dat ik zo weer een boer moet laten, maar ik gewoon een heel, heel huis op. Wat? Ik heb ooit eens gehoord hoe hard ik kan boeren, maar... Jij wel, Mark? Ja. Dat was gewoon eng. Wat jij toen zei? Ik ga gewoon nog poppen. Ik ga vast even wat van die bankjes neerzetten en zo. Kijk, als we allemaal attracties hebben, snel gaan testen. Laten we de sprites lekker gaan animeren. Best wel twee hoge attracties erbij gekregen. Klopt. Eén van 51 en één van 60 meter vrije val. Jezus. 60 meter, jongen. Dat is nog maar niks. Ik kan vele malen hoger. Ja, dat kan. Hoe hard gaat het ding dan? Intensiteitswaarde 10,78. Rip. Misselijkheidswaarde 10,78. Dit is een betere hoogte. Denk het ook. Let's go to test. Pok. Knalt u vol tegen de grond aan. Kut. Mijn achtbaan gaat harder. Oh, in de tijd waren 7. Maar dat tofje nog waanzinnige stand zetten. Dat kan. Maar heb je ooit eens in zo'n attractie gezeten, zo'n topspin? Volgens mij wel een keertje, ja. Maar dat ding was de meeste van de tijd gewoon kapot. Bij Walibi of zo? Nee, bij Hellendoorn. Daar is je echt... heel vaak kapot. Daar heb ik één keertje ingezeten. Toen die een keer gerepareerd was op een of andere manier. Ik weet niet waarom dat dit ding heel tijd kapot is, maar... ja. Het gebeurde. Kennen, hè? Ja. Behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef een like, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.